Zo, hé hey Mario. Prachtig beest, hè? Ze is al een paar keer ingespannen geweest, dus die is binnen de kortste keren getraind. Jongen, zeg hé. Hey. Prachtig. Goed, hoe heet ze? Hey. Bestseller. Ja. Oh. Gefokt bij Guanxi. Dat is een Belgische stal. Nou, ik ken ze vrij goed hoor, doe nog wat zaken met ze. Oh, ja. Het is geen paradepaardje, geen superconditie, maar ik zeg je, ze draaft mee met de top. Ja, denk je? Ja, absoluut. Ja, prachtig zeg, prachtig. Dat is een mooi avontuur, hè? Ja. Weet je, dan kom ik over een paar dagen kom ik terug om de papieren even te tekenen en zo, weet je? Ja. Neem ik mijn dochter mee. Ja, prima. Ja? Oké. Okay. Nou, wees gerust, Mario, je paard is in goede handen, hoor. Kom, Mary. Ja. Weet je wat, vanmiddag als ze een beetje tot rust gekomen is, probeer ik hem met de sulky. He? En dan kijken we even hoe het gaat. Ja, dat is leuk. Oké. Okay. Ja. Nou, geregeld. Ja. Perfect. Ik kon het niet uitleggen. Zelfs niet aan de politie. Is de politie geweest? Ze wilde inlichtingen hebben voor een rapport. Die vrachtwagenchauffeur zegt dat ik expres de weg ben overgestoken. Maar dat is niet zo, man. Weet je ook wel. Ik weet niet wat ik deed. Ik denk dat ik nogal overstuur was. Door wat die man zei? Dat het je nooit te weten zou komen. Het spijt me zo. Oh, ik schaam me zo. Ik voel me zo smerig. Een maand of 3 geleden had ik misschien wel anders gereageerd. Maar er is net even iets te veel gebeurd. Weet papa het? Nee. Ik moet er niet aan denken wat er zou gebeuren als hij het wist. Hij is zo verschrikkelijk dol op je. Dat is bijna niet normaal meer. Het is net alsof jij al het goede, het lieve, het echte voor hem in zijn leven betekent. Iets wat alle andere toestanden goed maakt. Het is niet zo leuk voor Dirk Jan eigenlijk, hè? Het is niet dat hij niet van hem houdt of zo, maar... ik geloof dat hij in Dirk Jan alles ziet wat hij aan zichzelf niet goed vindt. Soms wel terecht, hoor. Ik wou dat... maar daarvoor ben ik niet gekomen. Het allerbelangrijkste is dat jij zo snel mogelijk beter wordt en thuis komt. Volgens mij hebben je allebei hard nodig op het moment. Jij was vandaag al vroeg op pad. Moest nog even iemand spreken. Mario. We zullen toch ooit eens een keer moeten praten. Wat valt er te praten? We wonen in hetzelfde huis, we werken in hetzelfde café, dat is alles. We zijn niet meer samen. Niet als man en vrouw. Hé, het is niet meer zoals vroeger, Anke. Dat kan niet naar wat er allemaal gebeurd is. Jouw mooie minna laat je in de steek en je komt bij Mario terug. Hè? Bij Mario Cajavelli, met hangende pootjes. Dat kan niet, Anke. Ik hield van je, ja. Misschien hou ik nog wel van je, hoor. Misschien zal ik altijd wel van je blijven houden. Maar nu kan het even niet. Wil ik weggaan? Het huis uit. Nee. Het huis is net zo goed van jou. Ik zeg niet, ga weg. Met welk recht? Het is alleen niet meer hetzelfde, dat zeg ik. En ik, Anke, ik blijf hier. Want niemand krijgt Mario Cajavelli zijn huis uit. En zeker niet de vent die zijn vrouw van hem afpikte. En dat krijgt hij nog een keer van me terug, Anke. Het is echt een enorme klootzak. Oh ja? Is het ineens een enorme klootzak, Anke? Ja, nu hè? Nu die jou in de steek heeft gelaten. Ja, maar daarvoor. Wat jullie daarvoor Mario Cajavelli allemaal aandeden, dat deed er toen niet toe. Dat was niet belangrijk, hè? Maar nu je weet wat die praatjes allemaal waard zijn. Ja, nu is het ineens een enorme klootzak. Nou, Anke, dat is aan jouw probleem. Mario. Ik begrijp hoe je het voelt. Spijt me. Ik weet dat ik je pijn gedaan heb, dat weet ik. Ik zal mijn best doen om een goede vrouw voor je te zijn. Kunnen we die nog eens proberen?
Bedoel, je zegt toch dat je nog van me houdt, dan kunnen we het toch proberen. Wat valt er te proberen? Anke, geef je nogal om me. Om mij. Ja, daar gaat het om. Ik weet het niet, hoor. Misschien lukt het niet. We moeten maar zien. Mario. Dit is geen excuus, ja? Maar ik kan niet mijn hele leven alleen maar bezig zijn met koppen koffie uitserveren. Ik moet iets doen waar ik mijn verstand bij nodig heb. Vrouwen die zich vervelen, die gaan op zoek naar minnaars. Help me nou alsjeblieft. Nou goed, schat. Als jij je verveelt, dan heb ik hier iets om je dode uurtjes mee te vullen. Je moeder komt hier. Shit! Mario! Je moet het tegenhouden, hoor. Ik wil het niet uitslaan. Onmogelijke wijf. Tegenhouden? Mama! Dirk-Jan? Ja? Weet je waar de rekeningen van Brouwer zijn gebleven? Wie? Brouwer, die bandenmensen. Ik kan ze nergens vinden. Nou, hoe moet ik het dan weten? Ergens in de garage misschien? Ja, ergens is niet goed genoeg. Ik heb ze nodig. Nu. Nou, dan zou ik ze maar gaan zoeken. Hey, je zult het wel vergeten zijn, maar ik moet vanmiddag in de Utrecht openrijden. Het wordt tijd dat je leven wat serieus gaat nemen, jongen. Je kunt er niet altijd een spelletje van blijven maken. Jezus Christus, wat is er met jou aan de hand vandaag, zeg? Het ontbijt zat je maar af te snauwen. En tegen mama heb je geen woord gezegd. Dat is toch niet normaal? Weet je wat we moeten doen? Die klote garage verkopen en weggaan hier. Ik word hier stapelgek. Ja, en jullie ook. Kijk maar naar mama. Maakt zich alleen maar zorgen en zit er eens een stuk door te zeiken en te zeuren. Ja, jij ook, hoor. Vroeger deed je nog wel eens wat leuks. Trouwde nog wel eens lol, maar nu. Nu is het alleen maar werk, werk, werk. En waarvoor? Alleen maar om die oplichter aan de overkant af te betalen. Dan hebben we Francine, die ligt in het ziekenhuis, zwanger. Van ook zo'n klootzak die niets meer van haar wil weten. Nou, als dit de bedoeling van het leven is, dan hoeft het voor mij niet meer. Luister eens, jongen. Het zijn slechte tijden voor iedereen. We moeten gewoon proberen... Ja, wat nou proberen? Wat nou proberen? Je wilt dat ik mijn motor aan de kant zet en ophaal met racen. Is dat dan wat je wil? Dus jouw motor niet? Ha, als die lul zijn motor wil hebben, dan moet hij maar komen halen. Tot die tijd rij ik erop. En verdien ik ermee. En als ik genoeg verdiend heb, dan vertrek ik meteen uit dit klote geheugen. Als jij tot je dood wil blijven zitten, dan moet je het zelf weten. Maar mij niet gezien. Dag! I'm
even de motor in de trein. Dan krijg je het vast. Ja, is goed. Hey, pak een pilsje. Ja, doe. Wil je jouw hakken? Ja. Ik denk Jansen. Ja. John van der Waal. Oh. Ik wou je feliciteren met je overwinning. Je hebt talent. Oh. Goeie race. Niet zo goed als je Grand Prix, maar goed. Ik vertegenwoordig deze firma. We zouden je graag willen sponsoren. Rijden voor ons in het internationale racecircuit. Lijkt je dat wel? Dus zij willen me sponsoren? Ja. Met motors, onkosten, kleding, alles. Inderdaad. Plus salaris, percentage van prijzengeld, promotie. We organiseren een paar weken training voor je en dergelijke. Nee, ik denk dat je er wel bij zal varen. Wij natuurlijk ook. En krijg dus nieuw contract. Ja, morgen bij mij op kantoor als het uitkomt. Dacht je van een uur of wat? Ja, binnen. Goed zo. Ik verheug me op de samenwerking. Tot morgen. Morgen. Precies wat het staat. We spelen niet om de voorwaarden van het contract. Het is niet fair. Fair? Met fair verg ik mijn reet af, de beer! Dit is een geldig contract, want het is ondertekend! Voordat je doorgaat met schelden, ik ben degene die weigert, niet de jongens. Je hebt ons er mooi in laten lopen, hè, met je contract. We verdienen er niks mee. Dus, we doen het niet. Althans, ik doe het niet. Verscheur het maar of zo. Dat kan niet maken, wijsneus. Want ik sleep je voor de rechter. Ik geloof dat je nog steeds niet begrijpt waar het om gaat, hè? Ik zing niet voor je op deze manier. Ik kan ervoor zorgen dat je nergens anders werk krijgt. Geen platen, geen optredens, helemaal niks! Nou, dan zing ik toch gewoon helemaal niet? Oké, jongens, laten we maar gaan, hè? Dag, Tony. Ik doe jullie allemaal een proces aan! Wat doe jij hier? Zijn we van de trap gevallen of zo? Hou je missen grappen voor je, wil je? Wat doe je hier? Dan kom je alleen maar je wel herinneren dat je contract over 5 weken afloopt. Ja, hoort nog van mij, Starrenburg! Ja. Ga maar best snel iets anders zoeken, Tony. Dat kan je niet doen, Verlinde. Ik heb je gezegd dat ik het zou doen. Je weet dat ik dit hele stadsdeel wil opknappen. En mijn discotheek hoort bij die ontwikkelingsplannen. Wat had je anders verwacht? Ik verwachtte godverdomme wat meer consideratie van een compagnon. Zakenrelatie, Tony. We zijn nooit compagnons geweest. Ik heb geen compagnons. Je moet met mij niet van die geintjes uithalen, Verlinde. Want ik blijf zitten waar ik zit, want de zaak loopt te goed om er zomaar uit te stappen. Als jij dat contract van je wat beter leest, dan zal je zien dat je nog wat tijd hebt. Maar als je dan nog niet weg bent, dan word je met geweld verwijderd. Zo simpel is dat, Tony. Wie heeft jou dat aangedaan? Dat gaat je geen sodemieter aan. Ik kan in beroep gaan en die hele klerenzaak van je maanden ophouden. En dat betekent dat je het in ieder geval dit jaar niet meer lukt om aan een sloopvergunning te komen. Dat lukt mij wel, Tony. Je kent me toch. Ik speel geen spelletjes. Tenminste, niet die ik niet kan winnen. Nou, dat zullen we dan nog wel eens zien. Dat zullen we voor de duivel nog wel eens zien, Verlinde. Ja. En grijp ze niet te jong, hè? Want wie slechts van maagden houdt, is niet al te zeker van zichzelf. Ja, jongens. Hoe sta je daar zo? Ga je handen wassen, we gaan zo eten. Waar is iedereen? Zijn we met z'n tweeën? Dirk Jan doet dan de race mee, was je dat vergeten? Jaap is naar de snackbar. En zoals je misschien herinnert, ligt Francine in het ziekenhuis. Maar ik ben er. Dat goed genoeg? Verlinde was hier. Daar kwam onze geld. En hij zei dingen over Francientje. Zeg, Wiggy, toen jij van die man dat geld leende, die tijd dat ik in het ziekenhuis lag, toen
Waarom leende hij jou dat geld, Buddy? Ik wou helpen. En ik was wanhopig. Maar dat weet je toch, daar heb ik toch nooit een geheim van gemaakt. Nee, daarvan niet, nee. Maar wat heb je wel voor me verborgen gehouden? Oh, Rijn, dat is allemaal heel lang geleden. Ik ga koffie voor je zetten. Willy, ik moet het weten. Waarom leende die man jou dat geld? We kenden hem nauwelijks. Het was goed bedoeld. Hij wou helpen. Goed bedoeld. Die man had goed bedoeld. Die man heeft nog nooit iemand geholpen zonder er wat voor terugkreeg. Wat is er? Wat? Er is helemaal ik moet het niets. Weten. Er is niets. Helemaal niets. Belazen me niet, mens. Niet nu, niet. Hierover. Is hij de vader van Sintje? Is hij de vader van mijn kleine meisje? Ik ben de prijs van de leiding. Ik was wanhopig. Er was geen tijd meer. Als je die dag niet geopereerd hadden, Rijn, dan hadden ze je been niet meer kunnen redden. Wat had ik al godsnaam moeten doen? Het betekende niets voor me, Rijn. Helemaal niets. Het is alleen die ene keer gebeurd. Ik zweer het je. Ik heb me de hele leven voor geschaamd, maar... Ik heb alleen van jou gehouden. Alleen van jou. Geen geloof meer. Ik heb van jou gehouden. Je was de enige in mijn leven die ik echt vertrouwde. Ik heb je nooit bedrogen. Nooit. Geen enkele keer. Dus wil je beweren dat er niks gebeurd is? Goed. Sla me dan als je wilt. Schiet ik daarmee op? Het is 20 jaar geleden. Ik voel alsof het gisteren was. Weet je zeker dat hij de vader van Fransje is? Maar hoe kun je er zo zeker van zijn? Ja. Ruim 2 maanden in het ziekenhuis. Ik weet het zeker. Maar liever doet het er wat toe nu, na al die tijd. Francine houdt verschrikkelijk veel van je. Ze zal niet anders tegen je zijn. Bedoel je dat ze dit weet? Daarom is ze weggelopen. Wil je me dood hebben? Dat is voor mijn nieuwe sport, polstok springen. Hé, hey, hebben we gewonnen? Wat bedoel je? Ik heb toch gewonnen. Zie je wel, als je bedoelt wat ik zeg. Hé, hey, wou ik nog tegen je zeggen? Over mijn motor. Je mag hem wel hebben. Ik heb er toch niks meer aan. Dus als die kloot om onze motor terug wil, kun je de mijne verkopen van het geld een nieuwe kopen. Dat was toch wel het vies. Hé, hey, dankjewel. Mario! Mario! Ja. Hé, Dirk-Jan. Hé, waar is Betty? Dat weet ik niet, die is net even weggegaan. Nou ja, dan zal ik het jullie maar vertellen. Ik heb een contract en een sponsor. Contract en een sponsor? Hey, wat leuk voor je, Dirk-Jan. Ik ga het tegen Betty zeggen, meteen als het leuk is. Ik zeg, Dirk-Jan, koek is 3 kwartjes, hè? Ja. Hé, te gek, ik hoef nooit meer te werken dus. Hé, Mario! Dirk-Jan, wat doe je? Hé, zeg maar tegen Betty dat ik zo weer terugkom. Ja, ciao. Ja, ciao. Ah, hey, moet je horen. Wel later. Hey, pas op de trap. Ja, doorlopen, ja. Rustig man. Hey. Ja, even. Ja, tuurlijk. Hey, man. Hey, het is er. Wat is er nou? Hé, moet je horen.
Ik moet je iets leuks vertellen. Kijk me eens aan. En waarom zeg je nou niks? Als je niks zegt, dan weet ik het ook niet hoor. Wat is er nou aan de hand met jullie? Pa die loopt me voorbij en doet alsof ik lucht ben en jij zit ineens door te janken. Hey. Hebben jullie ruzie? Niet nu, alsjeblieft. Zou jij naar Fransje voor mij kunnen gaan? Ik kan het nu niet aan. Ik wil niet dat ze me zo ziet. Mam, waarom vertel je me niet gewoon wat er aan de hand is? Jezus, ik dacht dat er bij ons over dit soort dingen gepraat kon worden. Mam, hou alsjeblieft op. Zeg wat. Nou, hoe kan ik je nou helpen als je me niks vertelt? Waar is pa naartoe? Dat weet ik niet, dat heeft u niet gezegd. Weet jij wie de vader van Sien's kind is? Nee, moet ik dat nou weten? Dat je zuster jou waarschijnlijk meer vertelt dan aan ons. Weet je het? Dan moet je naar haar vragen, niet aan mij. Ik bedoel dat je me niet wilt zeggen. Ik bedoel dat het haar zaken zijn. Als ze wil dat je het weet, zal ze het je zelf wel vertellen. Ik ga. Moet ik nog wat meenemen? Ja, ik kan haar dit geven. Geef haar een bus van me en zeg dat ik haar morgen kom opzoeken. Mario, ik wil even met je praten. Weet je, ik zat na te denken over wat je gisteren zei, hè? Laat me je helpen om Verlinde te pakken. Ik bedoel, ik zou toch ook iets kunnen doen? Weet ik veel, een beetje rondsnuffelen. Misschien herinner ik me iets dat we tegen hem kunnen gebruiken. Nou, wat vind je ervan? Als jij dat wil, dan moet je dat maar doen. Maar dan moet je het ook echt doen. Had je me echt zo erg? Hij heeft alleen mijn vrouw van me afgepakt. Waarom zou ik hem niet haten? Gek, hè? Ik wist eigenlijk niet zeker of het je iets kon schelen. Waarom is ze niet meegekomen? Is kwaad op me of zo? Nee joh, het heeft niets met jou te maken. Nee, ik geloof dat... Alsjeblieft. Rust. Lekker hapjes. Bedankt. Dankjewel. Vies smerig. Ja, heb je niet. Nee, pa en ma hebben ruzie. Ruzie waarover? Dat weet ik veel. Ik heb ze nog nooit zo gezien. Dirk-Jan, weet je waarom ik van huis ben weggelopen en waarom ik hier nu lig? Ja, dat was toch om Tony bij me? Tony? Huh. Nee, Tony kan me niks meer schelen. Nee. Die Verlinde, hè, die sponsor van jou. Hij was laatst bij ma, ze hadden een gesprek samen in de garage. Ik heb er een deel van gehoord. Ik weet niet of ik je dit moet vertellen, maar... Je bent de enige die ik kan vertrouwen. Je bent mijn broer. Ja. Nou, wat? Je bent niet mijn echte broer. Je bent mijn halfbroer. Ja.
Verlinde is mijn vader, niet pa. Het is echt waar. Ik heb het hem horen zeggen en mama heeft het toegegeven. Het is net alsof mijn hele wereld in één grote klap in elkaar sodemietert. Ik heb een vriendje die me de prachtigste dingen belooft. En op het moment dat ik hem vertel dat ik zwanger ben, dan laat hij me stikken. Ik krijg een kind. Terwijl ik net aan mijn studie ben begonnen. Opeens is mijn vader niet meer. En mijn moeder niet wat ik dacht dat ze was. Nou. Denk je dat pa het weet? Nee, dat denk ik niet. Zouden ze daar een ruzie hebben? Hij mag het echt niet weten hoor, hij mag het nooit te weten komen. Nee, ik denk dat hij het al weet.